Brand in winkelcentrum. Vurig pleidooi brandweer voor rookmelder. En vervuild drinkwater Etten weer veilig. Goedenavond. Een miljoenenschade in een winkelcentrum in het Harde. Een felle uitslaande brand heeft de afgelopen nacht 4 winkelpanden in het complex verwoest. De technische recherche van de politie onderzoekt de zaak, maar de kans lijkt groot dat het vuur is aangestoken. De brand is ontstaan bij Blokker. Het vuur heeft ook de Wereldwinkel, een kapsalon en een bloemenwinkel in de as gelegd. We weten dus dat die in die hoek daar ginds ontstaan is. Hè? Dus nu de mensen staan te blussen bij die deur, dat weten wij. Dus wij weten dat die van buiten naar binnen gegaan is. Over de oorzaak wil ik niet speculeren. Daar zal de technische recherche van de politie nader onderzoek doen. Aan de ene kant doen we een technisch onderzoek naar de sporen, naar datgene wat met de begin van de brand te maken kan hebben. En aan de andere kant doen we een tactisch onderzoek. En dat is een buurtonderzoek, getuigen en anderen die ons informatie kunnen verschaffen over het ontstaan van de brand. In het Harde wordt al jaren gebakkeleid over een nieuw winkelcentrum. De gemeente wil grotendeels op de huidige plek een centrum bouwen met erop 3 woonlagen. Veel bewoners zijn er fel op tegen. Dus eigenlijk het verkeerde deel is nu afgebrand. Het andere deel zou dus verbouwd worden en dat wordt dan 14 meter hoog. Ja, voor de omwonenden is dat natuurlijk niet prettig als je dan tegen een muur aan moet kijken van 14 meter hoog. In het Harde gaat het gerucht dat de brand te maken heeft met de bouw van het winkelcentrum. Politiewoordvoerder Bert Top heeft die verhalen ook gehoord. Die steken nu natuurlijk de kop op, omdat daar eerder wat te doen is geweest met betrekking tot nieuwbouw, hoogbouw of wat het heet. Maar wij hebben geen enkele aanwijzing op dit moment dat dat ook maar iets met de brand te maken zal hebben. Ik vermoed de jeugd dat die dat gedaan heeft. Wat zijn de containers die in brand gestoken zijn? Ik vermoed dat de jeugd gedaan. Van baldadigheid? Dat denk ik, ja. Geen boze burgers? Nee, beslist niet. Nee. Nee, want dan hadden we het andere winkelcentrum moeten pakken. Rijkswaterstaat waarschuwt voor wilde zwijnen op en rond de snelweg op de Veluwe. Afgelopen weekend zijn zeker 6 meldingen binnengekomen van automobilisten die zwijnen hebben gezien. Vooral op de A50, de A1 en de A28 is dat het geval. De Veluwe kampt met een overschot aan wilde zwijnen. Enkele weken geleden raakte een man uit Kampen ernstig gewond na een botsing met een zwijn op de A50 bij Hattem. Inwoners van de gemeente Tiel en Neder-Betuwe moeten niet vreemd opkijken als er deze week een spuitgast op de stoep staat. De brandweer gaat in beide gemeenten controleren of iedereen een goed werkende rookmelder in huis heeft. Volgens de brandweer kan het bezit van een rookmelder het verschil maken tussen leven en dood bij een woningbrand. Brand in huis. Iedereen heeft wel eens angstdromen gehad dat midden in de nacht zijn woning in brand staat. Maar een klein apparaatje kan helpen toch nog veilig uit de vuurzee te ontsnappen. Deze is heel belangrijk. Hij wekt je in je slaap en je zintuigen worden in je slaap uitgeschakeld voor rook. Dus je neemt de rook niet waar. En als je deze hebt opgehangen, dan word je in ieder geval gewekt. En kun je op tijd vluchten. De brandweerkorpsen van Tiel en Neder-Betuwe rijden in de Nationale Brandpreventieweek met groot materieel door de wijken. Ze willen de aandacht vestigen op het nut van een rookmelder. Overal bellen ze aan en controleren ze of er een rookmelder in huis is. Ja, werkt die ook? Ja, zeker. Iedere keer een pipi. Mogen we die zien en controleren? Ja, kijk maar. Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks zo'n 7000 woningbranden ontstaan. Daarbij raken 700 mensen ernstig gewond. En er vallen jaarlijks zelfs 40 doden te betreuren. Kijk, ja. Oké, nou zal ik hem eens even controleren. Als je ouder wordt, dan wil je toch wel wat veiliger in je huis kunnen wonen en slapen. Waarom hebt u nou daar neergehangen? Ja, daarom, dat is het beste, hè. Kijk, want de rook die stijgt omhoog. En dan hier in de hal, daar gaat hij het eerste gaat hij af. We zien ook dat mensen hem wel eens gewoon op een kast neerleggen. En ja, dat is niet correct. Aan het plafond, het liefst in het halletje.
Als er bij de controle geen rookmelder wordt aangetroffen, dan wordt er eentje uitgedeeld. Zolang de voorraad strekt, natuurlijk. Dan heb ik voor u een rookmelder met wat informatie. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat je met een rookmelder op de goede plaatsen in huis 100% meer kans hebt om een woningbrand te overleven. Ja, ik heb er eigenlijk nog niet op gelet. Ik weet inderdaad, in mijn oude huis zaten ze wel. Op iedere verdieping eentje. Dank u wel. Dus ik ga dat zeker even nakijken. En als het nodig is, plaats ik hem erbij. En anders geef ik hem door aan de buren als het nodig is. De politie in Arnhem treedt zaterdag hard op tegen illegale demonstranten. De kans bestaat dat linkse activisten protesteren tegen de wel toegestane demonstratie van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Burgemeester Krikke van Arnhem heeft een noodbevel afgekondigd om confrontaties tussen linkse en rechtse demonstranten te voorkomen. De Nederlandse Volksunie demonstreert zaterdag net als vorig jaar in de Burgemeesterswijk. Politieke partijen organiseren in de ochtenduren een protestmanifestatie in het Spijkerkwartier. Daarvoor is toestemming gegeven. Dat geldt niet voor een verwachte tegendemonstratie van linkse activisten. Door het noodbevel kan de politie mensen opdragen weg te gaan of uit de buurt te blijven van de NVU. Ook controleert de politie de identiteit van mensen die zich in de omgeving van de extreemrechtse demonstranten ophouden. De bewoners van Driestraten in Etten hoeven hun drinkwater niet meer te koken. Dat blijkt uit onderzoek van waterbedrijf Vitens. Het drinkwater raakte vorige week verontreinigd door werkzaamheden aan het riool en de drinkwaterleiding. Inmiddels hebben de bewoners een brief gekregen waarin staat dat het water weer veilig te consumeren is. Hier in de Dorpsstraat ging het mis. Bij werkzaamheden aan de waterleiding en het riool is de vervuiling ontstaan. Gevolg, tientallen huishoudens moeten hun drinkwater koken voordat ze het kunnen gebruiken. De familie Wellink heeft zelf een oplossing bedacht. Een emmertje vers water van de achterburen, want die hebben nergens last van. Ja, dan haal ik bij de achterbuurman. Dan halen we een emmer water voor het gemak dat we vaker water nodig hebben, wat wel schoon is. Dan hoeven we niet altijd te koken. Want water is eigenlijk iets waar je nooit over nadenkt en nou merk je ineens... Ja, ja, hoe lastig het is dat je dan geen water hebt. Dat is helemaal goed, ja, dat is zeer lastig. Waterbedrijf Vitens heeft de leidingen afgelopen weekend doorgespoeld. Daarna zijn monsters van het water genomen en onderzocht. Mevrouw Kuster, iets verderop in de straat, moet zich ook behelpen. Ze kookt het water, maar neemt het zekere voor het onzekere. Ik zet steeds maar een grote koker klaar en dan kook ik een keer af. En is het dan afgekoeld, dan laat ik het nog een keertje koken. Want het idee vind ik niet leuk dat er die vervuiling in zit. Trampolinespringen, dat kan bijna iedereen, zou je denken. Maar profspringers komen al snel een metertje of 6 hoog. Straks de Gelderse deelnemster aan het WK trampolinespringen. Na kort ander nieuws uit de provincie. Snuffy, het konijn van Marloes Holmer uit Laren, is verkozen tot huisdier van het jaar. Snuffy moet de titel delen met een hond uit Den Haag. Maar voor Marloes is Snuffy de nummer 1. Nou, hij is grappig, schattig en hij kan heel veel kunstjes. Wat voor kunstjes kan hij doen? Over mijn hand heen springen en een klein parcoursje lopen. Kun je al iets laten zien dat hij over je hand kan springen? Als hij ik hoop dat hij doet. Kom. En Snuffy is mijn allerbeste vriend. De familie Holmer krijgt een dierentuinabonnement en een jaar lang gratis voor het konijn. Onbekenden hebben ruim 40 kaarten gestolen voor het afscheidsconcert van Jovink en de Voederbeatles. De band viert komende zondag het 15-jarige jubileum in Laren en stopt er daarna mee. De dieven zijn gewaarschuwd, de gestolen kaarten zijn genummerd. De organisatie gaat bij de ingang extra controleren. In een woning aan de Verlengde Maanderweg in Ede heeft rond het middaguur brand gewoed. In het pand was niemand aanwezig. Het huis stond al een tijdje leeg en zou gesloopt worden. De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden. De gemeente Culemborg gaat particuliere speeltoestellen die op gemeentegrond staan weghalen. De gemeente is door de Voedsel- en Warenautoriteit op de vingers getikt dat de toestellen niet aan de regels voldoen. Als er ongelukken gebeuren, is de gemeente verantwoordelijk. Alle zelfgemaakte hutten en glijbanen moeten daarom weg. Er worden grote hoogten bereikt in Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem. De 10 beste trampolinespringers trainen daar de hele week om Nederland goed voorbereid te vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap in Canada. Onder hen de Gelderse Yvonne Hartog van gymnastiekvereniging KDO Apeldoorn.
8 jaar lang kwam ze niet in actie. Maar volgende week maakt ze haar comeback op het WK. Zalte gurkt. Brani gurkt. Zalte hoekt. En anderhalf schroef. Een salto gestrekt of gehurkt? Trampolinespringster Yvonne Hartog maakt het allemaal niks uit. Met haar 29 jaar is ze eigenlijk al een oude rot in het vak. Ik heb het gedaan van mijn 6e tot mijn 19e. En toen ben ik er eigenlijk 8 jaar uit geweest. Dus ik was er helemaal mee gestopt. Ik heb altijd wel iets gemist. Ik heb altijd het gevoel gemist om ergens voor te trainen, ergens voor te gaan. Een doel te hebben om ja, toch weer met wedstrijden bezig te zijn. En ja, dit is dus gewoon weer eigenlijk perfect voor mij. En blijkbaar was ik er iets verleerd en gaat het nog zo goed dat ik er nog niet klaar mee was. Maar om terug te keren op topniveau moet er hard gewerkt worden. Daarom traint ze deze week met de beste trampolinespringers van Nederland in Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem om de puntjes op de i te zetten voor het WK in Canada. Je moet dus een verplichte oefening laten zien en een keuzeoefening. En ik hoop gewoon dat ik daar 2 perfecte oefeningen neer kan zetten. Dat ik al de energie en tijd die ik erin heb gestopt samen met mijn trainer Marcel Straten, hoop ik gewoon dat ik daar 2 mooie oefeningen neer kan zetten. Wat daaruit resulteert, ja, dat blijkt ook uit hoe de rest zal gaan springen. Er doen er 71 mee, dus dat zijn er wel heel veel. Dus ik hoop gewoon bij een ja, beste 12 zou heel mooi zijn. Maar ik ben ook heel tevreden bij beste 20, beste 15. Als Yvonne zich bij de beste 8 van de wereld springt, dan verdient ze daarmee een ticket voor de Olympische Spelen in China volgend jaar. Het vroor vanmorgen. En dat gaat het vannacht weer doen. Maar daarna wordt het weer wat warmer. Dennis Wild vertelt meer over het weer. Goedenavond, dames en heren. Het was een hele fraaie dag vandaag. Een mooie herfstdag. En dat zal morgen ook het geval zijn. Maar we beginnen waarschijnlijk wel net zo fris als vanochtend. Met mogelijk ook nog een enkele mistflart. Zoals hier in Silvolde vanochtend het geval was. Ja, en met dat frisse weer moet er natuurlijk gekrapt worden. Het heeft enkele graden gevroren op sommige plekken. Zeker dicht bij de grond. Daar vroor het een paar graden in de Achterhoek. En daar kwamen dan voornamelijk ook die witte weilanden voor. Maar de zon die brandde dat witte al vrij snel weer van de weilanden af. En die zon die bleef vandaag prominent aanwezig met in de loop van de ochtend een paar van die onschuldige stapelwolken. Een prachtige najaarsdag vandaag. Maar er komt wat meer bewolking aan. Morgen nog niet, dan hebben we nog steeds zo'n hele mooie dag te pakken. Maar daarna krijgen we wat meer wolkenvelden. En die bewolking die komt vanuit Centraal-Europa langzaam onze kant op. Een actief lage drukgebied geeft daar al dagen regen en ook soms onweer in die regio. In Italië, in de buurt van de Alpen, maar ook in de Balkan is dat het geval. En die bewolkingszone die krabbelt heel langzaam dichterbij. Maar het actieve weer dat blijft ons waarschijnlijk gelukkig bespaard. Er zaten vandaag ook wel wat wolkenvelden in de buurt. Een storing hier boven de Britse eilanden die gaf wat wolkenvelden, voornamelijk in het westen van Nederland. En in Gelderland ja, bleef het vrijwel wolkeloos. Een zonnige dag vandaag met dus een paar van die stapelwolken. Maar veel waren dat er niet. En die verdwijnen vanavond ook weer. Dus het gaat weer snel afkoelen. Vannacht temperatuur op veel plaatsen net onder het vriespunt. Zeker bij de grond, daar kan het behoorlijk gaan vriezen. In de Achterhoek mogelijk zelfs matige vorst aan de grond beneden de min 5 graden. Weinig wind uit een noordoostelijke richting vannacht. En morgenochtend is het dan ook even uitkijken. Want een enkele fietsbrug, ja, zo'n houten brug, die kan misschien even glad zijn. De zon die komt er al snel weer door. Maar de temperaturen blijven ook 's middags beneden de 10 graden. Maximaal 8 of 9 graden morgenmiddag. Wel veel zonneschijn. Ja, en dat maakt natuurlijk een hele hoop goed. Die schrale noordoostenwind die gaat wel een beetje aantrekken. Dus het voelt misschien wat minder warm aan. Maar achter het glas in de zon prima uit te houden. Ik zei het al, de komende dagen meer bewolking. Dat gaat eigenlijk al gebeuren in de nacht van dinsdag op woensdag. Dan trekken er vanuit het noorden langzaam wolkenvelden binnen. Het wordt er ook niet meer zo koud, een graad of 3. En de temperaturen die blijven de komende dagen dan ook wat stijgen. Donderdag zullen we de zon waarschijnlijk nauwelijks zien. Maar het zonnetje komt wel weer tevoorschijn hoor, eind van de week. En dan liggen de temperaturen ja, weer gewoon rond de normaal. Een graad of 12 overdag. Fijne avond verder. Tot zover het Gelders nieuws. Zo dadelijk windhondenrennen, duivensport en springruiters. Rondje 30 gaat vandaag over mens en dier in de sport. Dolores Leeuwins praat onder meer met Rob Erends uit Velp, bondscoach van de Nederlandse springruiters. Onder zijn leiding werd Oranje Europees en wereldkampioen. Dat is straks. Ik wens u nog een fijne avond verder. Dag. Weet jij wat dit kost? Of wat dit